Handen wassen. Hoi, ik ben Diesne Lomans en leuk dat je kijkt naar de tafel naar zo'n plek. Hallo, een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En vandaag is de loodgieter bezig met het riool van een tuinhuis. Oh, hallo zon. Aanleggen naar het filter. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Helemaal daar komt hij uit. Wat een end, hè? Ja, goed, hè? Willen jullie nog wat drinken? Kan die aan? Oh, super. Hij zit er dan. Dus. Zo, ik ga jullie even wat dingen in de tuin laten zien. We hebben net een slang opgehangen. We moeten als een gek eigenlijk alles een beetje gaan besproeien. Omdat het dus weer niet geregend heeft. Ik wist niet dat ik het ooit zou gaan zeggen. Maar jammer dat het niet geregend heeft. We hebben ook wat vlonderdelen uitgepakt. Dus die ga ik nu ook even laten zien. Onze vlonder is van composiet. En heeft eigenlijk twee kanten waar je uit kunt kiezen. Je kan dus ook eventueel misschien ooit nog omdraaien. Maar we hebben nu gekozen voor deze kleuren. Wacht, ik ga het even via de andere kant laten zien. Oh, zo makkelijk was het. Ik dacht, dat gaat wel even duren. Oh, dat is echt lekker, dat vernevelende. Dat is dus de kleur. Ja, dat is wel het mooiste ding. Goedemorgen! Ik kan er eindelijk weer lekker tegenaan. Want de kinderen zijn naar school toe. De vakantie is afgelopen. Yay! Dus ik heb eventjes wat gewerkt vanochtend. Maar ja, eigenlijk een uurtje. Het is nu 9:30 zoiets. Dus ik ga me nu omkleden en dan ga ik lekker schuren. Bart is ook aan het helpen buiten met de timmerman. Ze zijn begonnen met de vlonder, dat ga ik zo ook even laten zien. Wow, ik ben zo blij dat er weer van alles gebeurt en dat het zo lekker weer is. Want dan krijg je ook echt heel veel zin om weer aan de slag te gaan. En ik wil gewoon zo graag verder met het tuinhuis. Want ja, we willen natuurlijk wel deze zomer kunnen gaan gebruiken. In de bouwmaat. Ik ga wat latjes halen voor de koofjes te maken naar het stroom. En ik moet iets van cement hebben en ik heb spouten. Ja, ja, echt een bouwvrouw. Nee hoor, dat niet. Bart en de timmerman Arjen die zijn weer samen keihard aan het werk met de vlonder. Ze zijn keihard aan het lachen. Ze hebben er wel plezier in volgens mij. Gaat goed? Ja. Je kan meteen veel leren zo. Ja, wel handig hoor. Ja, ik kan het straks kan niet om ons helpen. Ja, nou nog genoeg te doen. Dat is gevaarlijk. Dat hart daar, ja. Tot het begin hier is 2 meter. Maar moet tot het hart zijn, denk ik. En Bart's vader, die is er ook. Want die gaat helpen met het zwembad leeghalen en proberen dicht te smeren. Nog steeds niet helemaal waterdicht. Gisteren had ik daar natuurlijk al iets voor gehaald in de bouwmarkt. Dat is dit. Ja, jullie zullen weinig aan deze inval hebben, maar dat hebben we dus nodig. En dat heb ik dus gehaald. Ik ben heel benieuwd of het ze gaat lukken, want ja, als het zo simpel zou zijn, ik denk dan bijna dat kan haast niet. Dat is te mooi om waar te zijn, maar who knows. Ja, ja, kom maar. Ik ga boos om worden. Gebrand. Oh, ik denk regent het nou, maar dat is gewoon... Oh, dat is echt ranzig hoor.
Dit is een, we kunnen ook een soort kuurort ervan maken met een modderbad. Is goed voor je huid. Ik dacht niet dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik ben heel blij dat het regent. Heel fijn. Ik heb vandaag weer de hele ochtend geschuurd. Niet de camera erbij gepakt, want schuren is zo saai. Schuren is de hele tijd hetzelfde. Je ziet weinig verschil. Ja, ik zie van dichtbij wel verschil, maar ja, echt van afstandje niet echt. En ik zit nu echt een beetje in het dubio. Het is of doorpakken en beginnen met lakken. Doorpakken, lakken. Of het is weer even een pauze inlassen voordat ik weer verder ga en even weer focussen op mijn werk. Want ja, het kan niet allemaal, merk ik. Ik begin weer een beetje over te lopen. En ik kan bepaalde ideeën en ambities niet kwijt. Omdat dat schuren zo lang duurt. Het is echt een behoorlijke pittige pil. Ja, meestal kies ik voor doorzetten. Maar nu heb ik ook wel zoiets van, ja, het moet ook niet ten koste gaan van mijn werk. Je zal het gaan merken in de video. Goedemorgen. Vandaag gaat Bart weer verder met Vlonder. Met Arjen. Kijk, de vlonder was al een beetje nat geworden. Dus dat moeten ze nu eerst even droog maken. En ze zijn volgens mij het worteldoek weer goed aan het leggen daaronder. Die was een beetje, ik denk een beetje verwaaid. Ik weet het niet zeker wat ze aan het doen zijn. Ja, zwembad. Staat er zwembad? Het is volgens mij niet gelukt om het dicht te krijgen. Maar het was dan ook echt gewoon een poging. En ja, de pomp hangt er nu in. En we hebben een vermoeden dat, ja, dat het de enige optie eigenlijk gaat worden om er gewoon forever een pomp in te hebben. Zodat je het straks onder de bak die erin komt kan leegpompen. Maar ik denk er toch ook wel aan om toch nog een keer een expert naar te laten kijken. Of er misschien toch nog iets gedaan kan worden. Maar ja, we zijn er nu al zo lang mee bezig zoals jullie weten dat dat ik niet denk dat het nog iets gaat worden met het dichtkrijgen. Wel iets wat heel erg speelt, want ik was zo'n beetje aan het kijken. Bart die wil heel graag zo'n soort all-in ding. Dat is dan een soort, dat noemen ze een zwemspa, geloof ik. Swimspa. En dat is dan een gedeelte jacuzzi en een gedeelte zwem. En dan heb je een soort jet en dan kan je dan tegenin zwemmen. Dus dan kan je het echt als een soort, ja, workout gaan gebruiken. Nou goed, ik had eerst zoiets van, ja, ik vind dat niet zo mooi. Maar ja, nu dat ik zie wat het kost om een gewoon zwembad erin te doen of dat, denk ik dat het toch wel dat gaat worden. En ja, Bart zegt dat we het wel zo mooi kunnen krijgen dat je echt maar een kleine rand ziet. En dat het toch wel echt mooi in de vlonder valt. Dus ik denk dat het toch wel meevalt als in hoe lelijk het wordt. Of hoe mooi. Dus ja, ik denk dat ik wel te overtuigd ben. En ik zag dat er zelfs nog een paar voorraad zijn. Maar ik weet even niet zo goed hoe het zit met het budget en zo. Dus ik weet nog niet zeker of het dit jaar gaat lukken. Maar als ik zo zie dat ze bezig zijn met de vlonder, dan lijkt het me wel heel gaaf om alles af te maken. Maar goed, net nog even wat dingetjes gehaald bij de Action. Want ik had trekkers nodig. Dus ja, dan valt mij ook wel wat leuke dingen. Ik dacht even delen met jullie. Kijk hoe leuk deze marmer look. Ja, ze zijn ook echt van steen, hard. Knoppen zijn hele mooie knoppen. Mocht je nog mooie knoppen zoeken, die hebben ze dus bij de Action. Voor echt een drol. Zo'n matje voor op de bank. Waar je iets op kan zetten. En voor in de badkamer in de B&B heb ik een leuk bamboe matje. Maar ik had dus een TikTok gezien waarbij een meisje dit bamboe matje, en die is echt maar 4,50 of zo, gebruikte voor een plantenbak of een bloempot of een plantenpot. Je kan het dus zo om een pot heen wikkelen
En dan zet je die, kan je er eventueel nog wat onder zetten, dat je pot wat hoger komt. En dan is het echt een superleuke plantenbak. Ja, ik vind het, vond het echt een heel origineel idee. Dus ik dacht, misschien ga ik dat proberen. Of ik ga hem gewoon echt als badmatje gebruiken. Want hij is wel heel erg leuk. Maar ik heb ook deze nog gekocht. Die vond ik ook heel erg leuk. Ik ga gewoon even kijken welke het mooiste staat. Daar in de badkamer. En dan die andere gebruik ik echt veel iets van te maken. Gisteren had ik ook nog wat dingetjes gekocht. Die heb ik al in de... in het tuinhuis gezet, dus die zal ik later nog even laten zien. En of ik ga schuren vandaag, ik denk het toch weer wel. Maar ik ga eerst even wat andere dingen doen, zoals werk. Want zoals ik gisteren al vertelde, anders schiet dat er enorm bij in. So, let's go. Kijk, dat andere was dus deze. Die had ik gisteren gekocht bij de Action. Echt heel erg leuk lijkt mij straks om op de keuken te zetten. Gaat nog wel even duren natuurlijk, maar toch. Wc-papiertje, gaan we hem inwikkelen, ja? Hard met mama mee. We hebben een dood muisje op de trampoline. Kijk nou hoe zielig. Ga jij mij niet even helpen, joh? Ja, Bart zegt dat ik hier moet lopen. Niet springen, Jax. Ja, maar we gaan alleen even het muisje begraven. Ik moet ook... Slaap lekker, muisje. Slaap lekker, muisje. Oh. Oh, zielig muisje begraven, hè? Ja. Zo. Nou. Dag, lief muisje. Dag, lief muisje. Nu is hij in... Ja. Goedemorgen. Ik ben even koffie aan het zetten voor de timmerman. Kleine tegenslag hadden ze gisteren weer met de vlonder. Ik ga zo wel laten zien hoe ver ze zijn gekomen. Want ze zijn wel echt heel ver gekomen. Echt heel vet. Het wordt heel mooi. Tenminste, vinden wij. De tegenslag heeft weer te maken met degene die de fundering heeft aangelegd. En het zwembad gehad. Want die had een soort hoogteverschil. En dat heeft hij opgelost door er hout tussen te doen. Dat is niet heel handig. Want hout, dat gaat, zeker als het onder de grond zit, op den duur rotten. En dan gaat het zakken. En dat wil je niet met je vlonder. Dus ja, ze hadden het misschien wel af kunnen krijgen, de vlonder, vandaag. Omdat Bart zo hard aan het helpen is. Maar ik denk dat dit toch een beetje roet in het eten gaat gooien. Noem het zo. Roet in het eten. Ja, toch? Oké, de man van het helofietenfilter kwam ook net aan. Onze helofietenfilter stonk een beetje. Dus hij was daarnaar gaan kijken. Dus ik ga nu even van hem horen hoe wat. Even te denken of ik dat mogelijk kan. Ja, ik kan hier wel heel even iets aan quickfixen. Pak even een scherp rondje. Zoals je ziet, er is dus heel veel water aan de bovenkant. En dat hoort niet, want dan kan het filter niet goed zijn werk doen. Dus we zijn net bij ons wezen kijken en bij de buren wezen kijken of daar een kraan open staat of iets is, maar er is niks. Regenwater wordt ook goed afgevoerd naar andere plekken, dus dat is het ook niet. Dus het kan eventueel misschien het klei zijn wat erin is gevallen. Ze gaat namelijk hevelen. Op het moment dat die stopt met pompen hier, Ja. Hier diezelfde slangetjes, gaat weer terug. Omdat dit onder water zit, dus nu ga ik deze er even boven. Oh. Zo, dan ga ik deze er even boven. Nu pompt hij weg en anders pompt hij niet weg. Ja, dat, dus op het moment dat hij nou stopt met pompen, dan gaat al het water, zoals een heveltje, terug de put in. En dat wil je niet. Je wil dat het water weggaat. Maar op het moment dat ik deze boven de grond laat, als hij dan stopt met pompen, dan komt de lucht in het slangetje en dan hevelt hij niet meer terug. Die put in, snap je? En dit is één punt voor de hele bak. Ja, is genoeg. Oh, oké. Okay. Ja, die hevel die stopt op het moment dat lucht bij komt. Ja. Hij zegt, ja, er zit heel veel klei in wat er niet hoort. En ik zag gewoon zo'n bonk klei liggen. Dus ik denk, die pak ik alvast even en die gooi ik eruit. Dus ik pak zo die bonk klei. Zegt hij,
Ja, nu moet je echt heel goed je handen wassen, want er kan gewoon stront aan zitten. Oké. Ja, hij heeft wel gelijk. Dat kan ik beter even met een schepje gaan doen. Een leuk klusje weer. Oeh. Het is wat, hè? Dat zelfvoorzienend leven. Oké, schuren. Zo, even in het goede licht staan, anders zien jullie mij niet. Ik begin ook een beetje te tranen. Het is echt super warm vandaag. Een hele felle zon. Ik ga nog even laten zien hoe ver ze nou zijn gekomen met de vlonder. Hij is eigenlijk bijna af. Alleen er wordt nog afgewerkt langs de randen. Daarvoor komt Arjen dinsdag nog. Dus volgende week wordt hij echt helemaal afgemaakt. En dan dat middenstuk waar het zwembad in komt. Ja, dat wordt natuurlijk pas afgemaakt als het zwembad erin zit. Dus de bak en de jacuzzi die ernaast komt. Dus we gaan even wachten totdat het 2 weken echt helemaal niet regent en best wel warm wordt. Want Arjen die gaf ons de tip om dan op dat moment het zwembad echt helemaal droog te maken. Dus echt helemaal droog te dweilen. Het echt een paar dagen goed door de zon echt goed droog te laten worden. En dan nog een keer proberen met kit het water dicht te krijgen. Dus dat is eigenlijk het laatste wat we gaan proberen. En als dat gelukt is, dan zou er eventueel een bak in kunnen. Maar goed, stay tuned voor dat. Of dat ons gaat lukken en wanneer, dat weet ik niet. Maar ik ga nu even laten zien hoe de vlonder is geworden. En het is echt geweldig. Ik ga even nu naar de andere kant lopen, dat jullie het van de andere kant nog even zien. Met het tuinhuis ben ik nu op de helft met de vloer. Ik kan het wel een beetje zien. Je ziet wel echt duidelijk verschil. Daar ben ik geweest en hier nog niet. Dus ja, daar ga ik dan verder met schuren van de week. En daarna natuurlijk alles afnemen en beginnen met lakken. Maar voordat we beginnen met lakken moeten ook de koofjes van het stroom nog gemaakt worden. Dus ja, het gaat nog steeds een beetje gestaag hier. Maar dat komt natuurlijk omdat de jongens super druk zijn geweest met de vlonder. En het resultaat mag er wezen. Kijk, dus hier wordt het dan helemaal nog afgewerkt. En daartussen wordt het dan natuurlijk opgehoogd. Ik ga even kijken of er al minder water in het filter staat. Ja, het is dus ook echt belangrijk om al het klei uit het filter te gaan scheppen. Dat ga ik morgen doen, want maandag gaat het regenen. En dat moet ik even doen voordat het gaat regenen. Want anders dan trekt het klei erin en dan is het moeilijker om het er nog uit te krijgen. Dus ik heb morgen een heel vies taakje. Ja, er staat nog steeds heel veel water in. Het eerste beetje gras is daar ook aan het komen van het zaaien. Ja, je ziet het vanaf deze kant minder goed. Maar daar begint dus een beetje gras te komen. Hup. Nou, dat was hem dan weer voor deze week. Super bedankt voor het kijken. En tot woensdag in een gewone weekvlog. Of gewoon weer tot zondag. Laat een duimpje achter. Een duimpje. Laat een reactie achter. Geef een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken naar de vlog.